Bommelaar heeft dezelfde taal als Langda. En daar in Bommelaar wonen de wildste volkeren die elkaar nog opeten, die elkaar doden en opeten. U gaat nu enkele beelden zien van die woeste volken die nog volkomen in de greep zijn van de vorst der duisternis. Die niet weten dat ze ooit eens geschapen zijn tot eer van God. Die niet weten hoe diep ze gevallen zijn in de zonde. En die nog niet weten hoe angstwekkend het is om een dienaar te zijn van de vorst der duisternis en de werken der duisternis te doen. Daar in Bommelaar is nu een gevecht aan de gang. Ze gaan elkaar beschieten met pijl en boog. En dat is geen spelletje wat u ziet, maar het is menis. Wanneer ze zo'n schietpartij gaan houden, dan is daar meestal wel een aanleiding toe. Nooit wordt iemand vermoord als die niets heeft gedaan. Meestal is er overspel gepleegd of diefstal. En dat wordt lijfelijk gestraft, niet alleen door pijn te laten lijden. Dat is in andere gebieden weer zo, dat ze de mensen geeselen of pijnigen. Of binden aan een paal. Maar hier is de enige straf die zij kennen, de doodstraf. En daarom vliegen hier de pijlen van de boog naar de vijand. Man tegenover man wordt de strijd gevoerd. En u ziet ze al dansend heen en weer gaan, al springend over de takken en de obstakels heen, om hun pijlen af te schieten. Hoe vreselijk is het gezicht van deze strijd. De strijd is trouwens al afgelopen. Want u ziet hier dat ze de pijl en boog op de schouder dragen. En dat gebeurt zodra er een slachtoffer gevallen is. Dan wordt de strijd gestaakt. Dan is hun dodingsdrang weer even ten einde. U ziet het slachtoffer daar liggen in het gras. In het centrum van het beeld. Wanneer je als zendeling woont, dan is het niet mogelijk, vooral om in die begintijd. Tussen haakjes, deze man heeft een pijl in zijn achterwerk. Kijk maar hoe stijf die loopt. Dan is het niet mogelijk om daar je tussen te mengen, want dan krijg je zelf een pijl. Maar wanneer de strijd afgelopen is, u zag daar dominee Kuit naartoe gaan, om te kijken of er nog iets te redden valt. Dezelfde mensen die zo straks op elkaar aan het schieten waren, zitten nu met elkaar in de kerk onder de prediking van het evangelie. Hun wapentuig staat aan de kant tegen een boom, maar o wee, als er onraad geroken wordt, schichtig en angstig schieten hun ogen heen en weer. En als er maar één geluid is wat ze niet weten wat het betekent, dan vliegen ze overeind en grijpen ze de pijl en boog en schieten ze er weer op los. De mensen wassen zich niet, dat is zelfs verboden in sommige gebieden. Kraaltjes en schelpjes zijn erg gewild. Dan ziet u de kleine Wilhelmina op de schoot van haar moeder. En daar staat dominee Kuit met de Jali Bijbel in zijn handen. En naast hem Philip, de vertaler die de taal van Langda en van Bommelaar enigszins kent. Dominee Kuit spreekt in de Jali taal. En Philip vertaalt het voor de mensen in de taal van Bommelaar, de plaatselijke taal. Dit is het enige middel van contact met de buitenwereld. Wanneer zo'n nieuw gebied geopend wordt, dan is er nog geen vliegveldje. Dat moet juist worden aangelegd. Dat is een van de eerste werken. Maar gelukkig heeft de MAF nu een helikopter die voedsel en spullen kan brengen. Hier halen de jongens een zak rijst en een paar dozen met blikjes vis uit de helikopter, die ze dan mogen opeten. De familie Kuit en de werkers uit Landikma en uit Abenego moeten zelf voor eten zorgen, want de Bommelaar mensen leven aan de grens van het bestaansminimum. En die kunnen geen hap eten missen voor de anderen, want dan zouden ze zelf omkomen van de honger. Vandaar dat het eten hier wordt gebracht vanuit Langda. Eerst is het van Sentani ingevlogen naar Langda. En de laatste trip wordt gemaakt met de helikopter vanuit Langda naar Bommelaar.
is het huis van dominee Kuyt. Hier nog niet helemaal voltooid, maar op het ogenblik wel zo goed als klaar. Mevrouw Kuyt staat daar de jongens te begroeten die aankomen. Een dag lopen door het oerwoud vanuit Langa naar Bommela. De jongens groeten ook elkaar door het geven van de hand of het omhelzen van elkaar. Ze zijn vanuit Landikma met een gewoon vliegtuigje naar Langa gevlogen en de laatste tocht moet te voet door het oerwoud worden afgelegd. Deze kleine Cessna is onderweg naar de landingsstrip in Landikma. Landikma ligt op ongeveer 1000 meter hoogte en heeft een subtropisch klimaat. Dat wil zeggen, daar groeit pisang en ananas en papaya en meer dergelijke zuidvruchten. En hier is het weer, de kleine Cessna die de contacten verzorgt en de verbindingen. Vroeger werd deze dans uitgevoerd door de heidenen. Dit is een heidense dans, daar ben ik achter gekomen toen ik navraag deed naar hun wijze van dansen. Ik vroeg, waarom dansen jullie toch zo? Ze zeiden, ja, dat doen we omdat we zo blij zijn dat de Heer Jezus geboren is. Maar ik geloofde daar niet zoveel van. En later bleek wel dat dat een leugen was. De heidenen dansten hun heidense dans. Gelukkig is dat nu afgelopen en hebben we dat afgeschaft voor zover dat mogelijk is. Wie weet wat er in de verre dorpen nog gebeurt als je er zelf niet meer bij bent. De christenen maken zich daar gelukkig niet meer aan schuldig.